deze beschouwing. Die wordt heel leuk. We gaan het hebben over het getal 7. En ik heb er eentje gemaakt over het getal 666. Dat is ook nieuwsuitzending 666. En dit is een beschouwing. Het is geen nieuws. De andere was eigenlijk ook geen nieuws, maar het was nieuws dat het nieuws 666 was. En vandaar. Ik pak even mijn kopje thee erbij. Doen jullie dat ook maar, want dit gaat even kosten. En anders dan gewoon, nu hebben we een screencast. Dus je hebt bewegende beelden. Dat wordt echt heel leuk. Er was die nieuwsuitzending 666 ook. Dus ook tevens reclame voor die uitzending. Dus erg leuk. Nou, ik heb mijn kopje thee. Dit gaat over het getal 7. En het getal 7 staat ook wel gelijk aan het heilige getal. Ik heb even, als je Wikipedia erbij pakt. Hier. Heilig getal. Dan heb je heel veel verwijzingen naar het cijfer of getal of aantal 7. Te beginnen natuurlijk bij de Bijbel hier. Dat is de eerste keer dat 7 genoemd wordt bij het heilige getal. Dat God de wereld schiep in 7 dagen. En dan heb je de verwijzing naar die 7 vette jaren en die 7 magere jaren. Dat staat hier. Dat is iets met, is dat het boek Exodus of zo? En dat het gaat om 3 en 4. 3 keer 4, dat is 12. En 3 plus 4 is 7. Nou, ze zijn er nog meer. 144.000, dat is 12 keer 12. En 12 is dan 4 keer 3. En 4 plus 3 is weer 7. Zo. Dan kan je denken van ja, het allemaal, als je maar lang genoeg de getallen door elkaar husselt, dan kom je altijd wel ergens uit. Niet helemaal zo, by the way. Dat is niet waar. Getal 7 is apart. En ik heb ter voorbereiding in Open Office wat documentjes gemaakt, 3 te weten. En dan beginnen we met deze. Kijk of die een beetje kan groter maken voor je. Oh, wacht even. Arial 10. Doe even 14. Als je het goed te lezen of ja, dat, ik weet niet of dat. Wat even een beetje vergroteren. Kan nog wel iets groter, hè? Oh, dat is te groot. Want dit is weer warbel, nou zeg. Even denken. Hoor. Dit is wat ik wil en dan wil ik deze vergroten. Kijk, zo is het goed te lezen. Wat ik hier gedaan heb, is ik heb hier een serietje enen ingevuld. Dat is allemaal heel simpel. 1, 1, 1, 1, 1. Hier de reeks van 1 tot en met 10. 1, 2, 3, 4. Dat is allemaal niks bijzonders. En dan dit is wel bijzonder, want hier staat een formule. Dit staat hierboven. Dit is A1 gedeeld door B1. Nou, 1 gedeeld door 1, dat is vandaag de dag nog steeds 1. En 1 gedeeld door 2, dat is een half. Zie je hier staan. 1 gedeeld door 3 is 0,333333333. 1 gedeeld door 4 is precies 0,25. Deze dus niet, maar dit wel. 1 gedeeld door 5 is precies 0,2. 1 gedeeld door 6 is 0,1. Tot in het oneindige. Pak ik even die laatste erbij. 1 gedeeld door 10, dat is een tiende, dat is heel simpel. 1 gedeeld door 9, dat is 0,1111111, dat is repetitief. 1 gedeeld door 8 is 0,125, precies. Nou, wat zie je hier nou? Je ziet van die uitkomsten, zoals deze, dat is de bovenste. Kan ik die op blauw maken? Dat is precies 1, dit is precies een half, dit is precies een kwart, dit is precies een vijfde. Dit is precies een tiende. Ja? Ik zal eens even... Kan ik dit apart doen? Zeg maar, die... Dan doe ik even een sterretje bij, ja? Dit is een preciesert. Nou, dit is ook een preciesert.
Dit is een precies soort. Dit is een precies soort. Dit is een precies soort. En die. Huh? Nou, deze 0.1111111 die is niet precies, maar repetitief. Huh? 0.1666666666. Huh? Dat is repetitief. En deze 0.33333333333 ad infinitum, tot in het oneindige, die is ook repetitief. Nou, dan zie je in deze kleine opsomming dat overal waar er staan dus bij 9 cijfers, staat een sterretje. Bij 1, bij 2, en bij 3 dan 2 sterretjes. Hè. En overal staat een sterretje, behalve bij 7. Want wat is hier aan de hand? Dit is niet precies. En het is ook niet 0.33333333. Het is een hele rare 142847. Ja. Dit, sorry. Hè? Snap jij dit? En dan kan ik je hier een heel leuk verhaal over vertellen. Even de tijd in de gaten houden. Ik ben 3 uur begonnen ongeveer. Dat ik het even weet. Mijn dochter komt zo dadelijk eten. Om 5 uur komt ze. En ik heb het eten al klaar. Ik ben gisteravond begonnen. En dan ben ik zo rond 4 uur ben ik klaar. Met deze uitzending. En dan kan ik nog een beetje opruimen hier. En helemaal klaar voor het lieve kind. Anyway. Ik was heel lang geleden. Toen studeerde ik nog bij de landbouwhogeschool. Toen kreeg ik een stage aangeboden bij de KEMA. Keuring elektrische materialen en apparaten. Het is opgeheven momenteel. Dus de elektrische materialen en apparaten hoeven kennelijk niet meer gekeurd te worden. Anyway, toen hadden ze daar een afdeling luchtverontreiniging. En wat mocht ik nou ook alweer doen? Ik heb 2 opdrachten gedaan. Mijn hoofdopdracht was verklaren waar de extreme zwaveldioxideverontreiniging, zoals de zwaveldioxideverontreiniging in Nederland heel erg was, heel hoog. Dat kan alleen maar onder extreme weersomstandigheden, als het een beetje waait. En dan verdunt dat allemaal heel erg verschrikkelijk. Hè? Dus dan krijg je geen hoge concentraties. Maar heb je heel extreem weer en dan heb je het vaak te maken met inversies. En dan ligt er als het ware een soort deksel boven Nederland. En dan kan die lucht naar boven kan niet weg. En als het dan ook nog een keer niet waait. Ja, dan blijft alle rotzooi die geëmitteerd is, losgelaten is vanuit fabriekspijpen, ja, die blijft onder die pannenkoek hangen, onder die deksel hangen. En gaat ook niet naar links of naar rechts, of naar het noorden of naar het zuiden. Nee, die blijft hangen. En dan gaan die fabrieken maar door met het pompen van zwaveldioxide, onder andere. En dan stijgt de concentratie helemaal de pan uit. En nu wil het zo dat in die extreme weersomstandigheden gelden de normale modellen niet. Want de normale modellen gaan allemaal uit van enigszins normaal weer. En in die extreme situaties heb je dus niet normaal weer, per definitie niet. En wat voor soort weer is dat? Ja, extreem mooi weer. Zomerse dagen zonder wind, dat vind je toch lekker als mensen. Een klein briesje mag wel, maar voor de rest lekker windstil. Niet windkracht 7 op het Noordzeestrand, dat vind je niet lekker. Nou, in die weersomstandigheden moest ik dus uitrekenen waar die rotzooi vandaan kwam. Dat is mij prima gelukt. En toen had ik nog tijd over. En toen zei mijn stagebegeleider, ingenieur Rob Steenkist, die zei, nou, als je nog tijd hebt, ik zou graag willen een model willen voor nog wat anders. Ik zei, nou, dat is goed. En daarvoor mocht ik dan, voor dat andere ook, ik mocht de computer gebruiken. Dat is mooi zo. Ze hadden daar een hele grote mini.
Nou, klinkt een beetje gek, hè? Maar een minicomputer is een computer waar je met een mannetje of 60 of zo op kan werken. Ik heb momenteel een minicomputer, een 64-bits computer, hier op mijn bureau staan. Dat is de vooruitgang, zal ik maar zeggen. Ja, ik mocht tot de mini van de Kema. En daar zat een random generator, die had ik nodig. En een random generator doet niks meer dan at random getallen produceren. En ik pomp daar mijn model, ik was aan het bouwen. Ik moest specifiek voor Rob, moest ik een bepaald model ontwerpen. Ik zei, nou, dat lukt me wel. Dat kan ik wel. Een model deed het niet, hè? En ik die software controleren. Maar hoe kan het nou? En ik kon echt geen enkele fout vinden. En het enige was, als ik ging testen, dan klopten de resultaten niet. Ja, maar daar word je niet blij van. En toen was het enige wat ik overhield, als verdachting, als verdenking of zo, hè? Dat was de random generator. En toen dacht ik, is die random generator wel random? En dan deed ik daar een eerste orde controle op. Ik zal verder die statistiek niet helemaal gaan verklappen, dat wordt een beetje boring. Maar in eerste instantie bleek dat die heus wel random was. Maar toen ging het erom of er ook een patroon in zat. Want hij leverde gemiddeld wel, was het één grote brei van gegevens. Maar getal 1 leek een beetje op getal 2. En getal 2 leek een beetje op getal 3. Daar kwam het op neer. Dat zie je niet op het oog, maar dat kon ik wel ontdekken door er even een statistische toets op te schrijven. Programmeer. En die statistische toets zie je, bingelingelingeling. Pattern detected. Ik denk, nou, mooi zo. Want dat is de bedoeling niet, hè? Een random generator die een patroon oplevert, dat moet je niet hebben. Dat is geen random generator, dat is een patroongenerator. Ja, daar vraag ik niet om, hè? En ik moest pure random getallen hebben. Dus ik naar zo'n bobo daar, en ik zeg, nou, de random generator doet het niet. Wat gaan we nou doen? En die man zo, hoezo doet hij het niet? Ik zeg, nou, hier, hij doet het niet. En als ik die en die test erop loslaat, dan heb ik een significantie van zoveel. En dat betekent dus dat het ding een patroon geeft en niet at random. En die man die keek mij zo aan en je zag hem zo denken van ja, het is niet gebruikelijk bij de Kema dat mensen die niet eens afgestudeerd zijn, ons komen vertellen dat onze dure computer het niet doet. Ik zeg ja, wat gaan we er nou aan doen? En die man zei nou, niks. Heb je nog meer te vragen? Ik zeg, nee, dit was mijn vraag. Nou, zei die man, dan zijn we klaar. Fijne dag nog. Doei. Stond ik weer buiten. Ik denk, nou, dat is even mooi. Ik denk, nou, dan moet ik zelf maar een random generator gaan schrijven. En wat is meneertje Winkeltje gaan doen? Nou, ik heb gedeeld door 7 als uitgangspunt genomen. Maar we gaan wel even delen door 7. Nou kan je hier zien dat delen door 7, dat is 1, 4, 2, 8, 5, 7, en dan begint hij weer overnieuw. Dus hier zit ook een repetitie in, maar de basis van de repetitie is, de repetitie van deze bijvoorbeeld, dat is 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, en die is 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, en deze is 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Dit is ook een repetitie, maar die is 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. En you believe me, dat als je hiermee gaat spelen, daar ging ik ook nog even mee spelen namelijk. Nou, toen heb ik zelf een random generator gebouwd. Die random generator heb ik op mijn eigen toetsen gelegd om te kijken of die echt helemaal at random was. En of er inderdaad geen patroon in zat. En hij was keurig. Echt helemaal kleurloze random nummers. Zonder patroon, zonder helemaal niks. Nou, die stopte ik in mijn model. En ja hoor, het model deed het. Mooi zo. Dus ook nog tegen Rob gezegd van nou, ik heb niet alleen een model gemaakt voor jou, maar ik heb ook een random generator geschreven. En als iemand een ding nodig heeft, hier is de broncode. Rob keek me zo aan van ja, nou, laat dat model nog eens zien. Ik zei nou, dat model werkt zo. Was hij heel tevreden over. Ik wil maar zeggen, delen door het getal 7, daar kan je daadwerkelijk wat mee doen. Namelijk random generators mee maken. En een random generator is chaos. En chaos, dat begint met een G.
De geef van God. Dat is natuurlijk niet echt zo. Het is een C en een H. Maar de G is de zevende letter van het alfabet. Kijk, en dat delen door zeven, dat leidt tot een chaos, dat is niet verzonnen, dat is gewoon zo. Altijd. Hè? En dat de G de zevende letter van het alfabet is, dat is verzonnen. Kijk maar naar de alfabetten die vooraf zijn gegaan aan ons alfabet. Want ons alfabet is niet het oudste alfabet. Toch? Hè? Het woord alfabet komt van de modernste die vooraf ging aan ons alfabet, ons A, B, C, D, E, F, G, blablabla. Dat komt uit het Grieks. Dan heb je ook de eerste twee letters. En de eerste letter heet alfa. En de tweede letter heet beta. Je hebt ook alfa mannetjes en beta mannetjes. Dat zijn de eerste twee letters van het Griekse alfabet. Vandaar dus alfa, bet. En weer wat geleerd, hè? Nou, en dan kijk je naar de zevende letter van het Griekse alfabet. Die heb ik ook er even bij gepakt. Maar daar staat niks, hoor, by the way. Daar kwam ik verder niet echt uit. Griekse alfabet. Oh, de zevende letter is, die is A, B. En hier heb je dan de gamma. Dat is alfabet en gamma. Dat zijn de eerste drie. En dan krijg je delta. Dat is de vierde, onze D. Epsilon, dat is onze E, dat is de vijfde. Dan krijg je zeta. Bij ons is dat de F. En dan heb je hier de eta. En dat schrijf je dan als een... Hoe is het eigenlijk? Van de Griekse tol wordt geschreven in het Griekse alfabet. Ik weet niet wat voor taal dit is. Is het Fries? De Griekse tol wordt geschreven in het Griekse alfabet. Het wordt nogal in Griekenland nuttigd. Wat is dit weer van taal? Ik ben toch vaker tegengekomen. Is toch leuk, hè? Er staat er dus niet bij welke taal het is, hè? Of is het Gunnigs? Oh nee, wacht. Schreven in het Westerkwartaiers. Dat is Fries. Oh wacht, nee, wacht even. Het zuidwestelijke part van de provincie Groningen. En in het oosten van de Friese gemeente Kolmelaand. Oké. Westerkarters. Oké, dus dat is Fries. Fries-Gronings. Dat is een plat tol. Anyway. Hier kan je dus zien dat de zevende letter, dat is dan dit ding, de eta. Dat is dus niet de G. Bij ons wel. En voorafgaand aan het Griekse alfabet, weet je dat ook? Geef je even 10 seconden. Nou, maar ik zal het niet te lang houden. Heb je het Hebreeuws? En het Hebreeuwse alfabet, dat begint niet met alfa en beta, maar dat begint met de alef en de beet. Dus het alfabet, de Hebrew alfabet, staat hier, hè? Dat moet je eigenlijk zeggen het alefbet. Grieks en Hebreeuws liggen heel dicht bij elkaar. Dus dat je dat eventjes weten. En het... Even kijken. Hier, dit is de alfa. Dit is de alef, sorry. Hop, dit is de alef. Wat hier nog verder staat, weet ik ook niet. Ik weet het een klein beetje momenteel, hè. Dat het Hebreeuws... Ik weet bijvoorbeeld dat dit... Dat is de beet.
Ja, dat weet ik. En kijk je naar de zevende letter van het Hebreeuwse alfabet, dat is, ik weet niet of je hem hier snel kan vinden, maar dat is deze. Kijk, oh, dit is Alef, dit is de Beet, dit is de Gimel, dit is de Bub, de vierde dus, weet ik even niet, vijfde, zesde, zevende, dat is dit ding. Wat is dat? Oud-Hebreeuws. Ja, daar vind je op de zevende positie niet echt wat, moet ik zeggen. Of iets wat ik dan nog niet goed begrijp. Ja, hier zie je het dan beter. Dit is Alef. Dit is de Bet, de Bit. Dit is de Gimel. Dit is de Dalet. Dit is de He. Dit is de Wav. En dit is de Sayin. Dat is de zevende letter. Zoyen. Ja. Vertegenwoordigt het geluid. Nou, dat doen we wel een beetje denken aan God in die zin dat in Johannes 1 vers 1 staat. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is natuurlijk een geluid. Ja, dat verzin ik nu even. Maar in ons alfabet is de G de zevende letter. En die vrijmetselaars hè, met hun symbool. Dat ken je ook vast wel. Freemason. En dan pakken we even images en zie je hem vast wel. Kijk, hier zie je hem gelijk al. Ja? Die Freemasons hebben hier die letter G. En dat refereert dus aan de zevende letter van het alfabet. Hè? Ik ken een loslopende vrijmetselaar. Vind het een raar clubje hoor. Maar... Niet te kijken, die kerel is met een schortje voor, een soort envelopje. Want er zit een boodschap in mijn lul. Sorry hoor, nee. Je mag er geen grapjes over maken, maar... Maar... ach. Ik ja... Maar goed, daar heb ik het verder niet over. Het ging niet over de vrijmetselarij. Maar je moet het, ik moest het even noemen, na ik het over de zevende letter van het alfabet heb, toch? Ja. We hebben het over het getal 7 en wat allemaal mee te maken heeft. Nou, maar wat we tot nu toe hebben gehaald, dat is dus dat als je deelt door 7, dat je daar prima een random generator mee kan bouwen. Dat je daar dus een chaos van getallen mee kan construeren. Een vormeloze hoeveelheid getallen. En you believe me, dat is dus niet eenvoudig. Want anders had die random generator die ingebakken was in de Fortran 77 compiler van de KEMA, had hij heus wel een chaos gegenereerd. Maar daar zat dus een patroon in. Waar je waarschijnlijk normaal gesproken geen last van had, maar in mijn model wel. En dan zag ik dat en dan werkte mijn model niet. En bij het getal 7 dus, dat kan je prima gebruiken om chaos te creëren. En in zekere zin kan je zeggen dat God verantwoordelijk is voor die chaos ook. Want hij heeft alles geschapen. Ook de puinhoop. Het is niet de bedoeling dat het een puinhoop blijft, maar... de puinhoop is er wel. Hè? Als je nou denkt aan hoe een plant groeit. Een plant groeit uit puinhoop. Uit chaos. Dus de aarde waar een plant in groeit. Die aarde, dat is een chaotische meuk van moleculen. Moleculen en atomen. Het heeft geen enkele orde. En die plant... En die levende, dat levende aspect, die plant, die creëert die orde in die chaos.
Even terug naar die Freemasons. Die hebben toch ook Ordo Abgao. Dat zal wel ergens staan, denk ik. Freemason en dan Ordo Abgao. Order out of chaos. Ja, hier staat het. Zo'n mooi plaatje. Het is een of ander schild van weet ik van wie. Maar dat nummer 33 komt er dan in terug. Ja, het is maar wat met die nummers, hè? Maar goed, dit was dan de opening. Dan pakken we de volgende erbij. Dan wordt het erg leuk. Dit symbool. Dit is een kruis. In de essentie. Ja? Een kruis is niets meer dan twee lijnen. En dit is dan de ene lijn. Ja? En die lijn die is niet oneindig lang. Maar heeft hier een eindpunt en daar een eindpunt. Ja, dit is een filosofische beschouwing. Dit wordt heel verrassend. Dit ga je niet zo 1, 2, 3... Dit ga je denken. Ik denk niet dat je dit weet. Nou, dit is één lijn, hè, met twee eindpunten. En dit is die andere lijn. Ja, die nodig is om het kruis te maken. Nou, deze lijn, als ik hem zo zet, dan heb ik twee lijnen, maar die snijden elkaar niet. Dan heb je geen kruis. Dus het is noodzakelijk voor een kruis dat je twee lijnen hebt. De ene lijn met twee eindpunten, want anders heb je geen lijn. Want een oneindig lange lijn, dat bestaat hier wel, hè? En nou, dit is dan de ene lijn, dat is dan die andere lijn. Maar dit zijn twee lijnen, hè, met twee eindpunten. Maar op deze manier, hè, wordt het een kruis. Nou is mijn vraag aan jullie. Heb je meegeteld? En zo ja, wat heb je allemaal geteld? Gaan we even heel langzaam overnieuw vertellen. Dan deze eventjes opzij. Hè? Kijken we even niet na. We beginnen met deze. Dit is 1. Ja? Die heeft twee eindpunten. Ja? Dus dat is 3. Ja? En heb je er hier nog één? Dus dat is 4. En die heeft ook weer twee eindpunten. Nou, 4 plus 2 is 6. Hè? Dus twee lijnen met in elke lijn twee eindpunten. Dat is 2 plus 4. Dat is 6. Volg je me nog? Nou, maar dan hebben we geen kruis. Een kruis heb je als je het zo doet. Hè? Dan heb je een kruis. En wat heb je dan? Dan heb je hier een snijpunt. Een kruispunt. Dat gaat ook noemen. Dus je praat hier over 1 kruispunt. 1, 2, 3, 4 eindpunten. 1, 2, 3, 4. Hè? Kom maar, even voor de zekerheid. We gaan het even bijhouden. Hoor. Dit doen we niet. Heel voorzichtig door dit. Dat was een echte rechtgeaarde goochelaar. Dit wordt heel opmerkelijk. Je gelooft je eigen ogen niet, verdadelijk. Dus wat had ik nou gezegd? We hadden 1 snijpunt. En dat maakt het kruis. Dat beginnen we mee. Hè? 1 snijpunt. Nou, we hebben 4 eindpunten. Hè?
En dat geheel wordt geconstrueerd door twee lijnen. Huh? Als je gewoon vier punten hebt, dan heb je helemaal niks. Hè? Twee lijnen. Ja? Nou. 1 plus 4 plus 2 is... Ja, volgens mij is dat 7, hoor. En nu pakken we die sheet erbij die ik net als eerste had. Deze. Met die lijn van 1, die regel van 1 gedeelde 1 is 1. 1 gedeelde 2 is een half. 1 gedeelde 3, 1 gedeelde 7 is... En dat begint met 1, 4, 2. Ja, ik zit niet te goochelen met getallen, maar het begint dus met dit. Ja. Ja, zie je het? 1, 4, 2, 1, 4, 2. Dit verzin ik niet, dit is echt zo. En dat heeft alles te maken met... Oh. Dit symbool. En in ons schrift kennen wij, als we één lijntje erbij doen, ja, dit noemen wij een 4. He, want het cijfer 4, dat schrijf je ook wel zo. Ik schrijf het ook wel eens anders hoor, maar als ik een 4 schrijf, dan, ik doe hem meestal zo. Zo, en iets andere, deze een beetje korter en die ook wat korter, zo. Hè? Maar zo schrijf ik een 4. Maar je doet hem ook wel eens zo. Oh. Je doet één lijntje erbij, 4. Hè? En wat ook is, is dat er mensen zijn, of oh, sorry. Oh. Dat je dit lijntje erbij doet. Nee, joh. Je zit een beetje te zeuren, hoor. Nou ja, zo wil ik hem hebben. En de vorm van dit symbool, dat is een 7. Zie je dat? En ik zeg je dat... Ja... Ik denk niet dat dit toevallig is. Ik denk niet dat het zo is... dat het cijfer 7... wat uit het Arabisch komt, by the way, ja, dat toevallig de vorm heeft van een vorm heeft met daarin een kruis plus een extra lijntje. Net als dat, hè, de 4, dat is dus een kruis, hè, met ook een extra lijntje. Ja? Ik denk dat hier iemand over nagedacht heeft. Of dat het een groep mensen is geweest. Want natuurlijk bij een kruis is het eerste waar je aan denkt is 4. Als ik dit lijntje nou eventjes wegdenk. Het eerste wat je hier ziet is 1, 2, 3, 4. Of dat je ziet 1, 2, 3, 4. 4 compartimenten of zo. 4 eindpunten. Maar goed uitgeteld is het de 7. Dit symbool. Ja? Is dat apart of niet? En als we nou kijken naar... de openingstekst van de Bijbel. Oh, wacht even, ik wil nog even iets kwijt over het Hebreeuwse alfabet. Dat heeft 22 letters. Nou heb ik je gezegd dat delen door 7, dat kan je gebruiken om een chaos te creëren. Hè?
Wat krijg je nou als je 22 deelt door 7? 22 gedeeld door 7. Zeg om ja. 3,14. En dan de rest mag je vergeten. Wat is dit? 3,14. Dat is de verhouding tussen de omtrek van een cirkel en de diameter. Even terug naar mijn open office dingetje. Maak ik even een nieuw, even kijken, tekeningetje. Dan moet ik hier een cirkel kunnen trekken. En dat deed je vol met iets als gokje en zo. Oh, oh, oh. Oh, 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 wacht, die wil ik ook niet. Sorry. Zo, die wil ik ook niet. Kom op. Ja, dit wil ik. Hey, dit is een cirkel. Perfecte cirkel. Zoals Open Office die tekent. En dan de omtrek van die cirkel, die kan je meten. En als die omtrek van die cirkel, als dat 3,14 meter is, dan is de diameter van die cirkel, en de diameter die kan je zo even aangeven, zo ongeveer, dit is de diameter, die is dan 1 meter. Dus als dit 1 meter is, dan is die omtrek 3,14 meter. En die verhouding, die heet pi, dat is de zoveelste letter van het Griekse alfabet. Dat symbool moet je kennen. Dat is, pi is een, in principe ook een chaotisch getal. Want pi heeft geen einde. Pi is 3, ik ken het uit mijn hoofd op een aantal decimalen. 3,141592,1. En dan weet ik het niet meer. Dit eerste stukje heb ik uit mijn hoofd geleerd. Zit die op mijn rekenmachine? Ik denk het wel. Had hij ergens pi bij? Oh, zie je hem staan? Ja, hier staat hij. Oh nee, 5926 is. Ja, dan ga ik fout. Maar 3,141592,6. En dat gaat maar door. Er komt geen einde aan die reeks. Pi is ook zo'n beladen getal. Er is een film en die heet Pi. Een leuke film om te kijken als je dat. Ja, ik vond hem wel aardig, moet ik zeggen. Een beetje horrorachtig, een beetje science fiction of zo. Gewoon een rare film. Dat is over die 22 letters van het Hebreeuws alfabet. Als je dan wil weten van ja, we waren 22. Ja. Als je 22 deelt door 7, dan krijg je pi bij benadering. En je kan pi alleen maar benaderen. Je kan het niet exact weergeven. Dat is onmogelijk. En dan gaan we nu naar de laatste. Die heb ik ook voorbereid. Is erg leuk. Nog eventjes terug naar. Die kan weg. Dat voorbeeld met die 4 en die 7, dat heb ik nu ook genoeg verteld. Die kan ook weg. Nou, dit heb ik uit en toe besproken. Delen door 7. Erg handig dat het kan. Dit was die rekensom van 1, 4, 2. Die dan ook toevallig de eerste decimalen zijn van 1 gedeeld door 7. Dan kom je op 1, 4, 2 uit. Heel toevallig. Kunnen we niks aan doen. Dat heeft niet iemand verzonnen. Dan schat me nog één dingetje te binnen wat ik nou niet verteld heb. Oh ja. En dat heeft te maken met 3. Want in die heilige getallen is het getal 3 ook heel belangrijk. Staat hier, hè?
Er zijn drie aartsvaders. Ja, dat is katholiek. Maar... Of nee, ja, nee, in het Jodendom is dat Abraham, Isaac en Jacob. Nee, dat, ja, nee. En wij weten dat de ruimte, die bestaat uit drie dimensies. Je hebt een x-as, een y-as en een z-as. En dan weet je alles. Dat heet de coördinaten. De tijd, die bestaat ook uit drie delen. Dat is namelijk het verleden. De huidige tijd. Het heden. En de derde factor van tijd is de toekomst. De tijd bestaat ook uit drie. Zo zijn er nog meer dingen die uit drie bestaan. Dat geldt ook voor God. Oh ja, en nu weet ik weer wat ik eventjes wilde vertellen nog. Er zijn zoveel dingen te vertellen over die heilige getallen en zo. Je hebt in Genesis 1... En die man die heb ik eens opgezocht vandaag. Staat hij hier nou ergens? Kan ik die nog... Ja. Laten we hem niet lopen. Deze man, die heet John Kostick. Dat kan je hier lezen, hè? En die legt uit dat Christus Jezus... Dat daar naar verwezen wordt in het eerste woord van de Bijbel. En kan ik dat er eventjes bij pakken? Zo mooi zijn. Dan hoeven we niet naar hem te luisteren. Want dat duurt een kwartiertje en dat zal ik jullie niet aandoen. Maar hier staat het. Hier staat het woord. Dit is een bet. Dit is een resh. Dit is een alef. Dit is een shin. Dit is een jot. En dat is een ta. Bereshit. Dus bet is een B. R, de resh. Br, de alef is een zachte klinker of zo. Bereshit. En dat is die shin. En die jot is een bereshit. Zo bereshit of zo, zeg je dan. Dat is Hebreeuws. Nou, in het Hebreeuws heeft elke letter een betekenis. En bet, dat is... Wat was het ook alweer? Volgens mij is bet is een tent of een huis. Ja, het is een huis. Ja, bet is een huis. Resh is de baas of zo... Van het huis. In ieder geval, het slaat op de zoon. Dus hier staat dat. Dus, Bereshit. Dat betekent in. Of beginnende. Schiep God hemel en aarde. Dat staat letterlijk in het Hebreeuws. In beginning. God created the heavens. Maar eigenlijk meervoud. And the earth. Beginnende schiep God hemel en aarde. Beginnende, dat is Bereshit. En waar dit nou op neerkomt, is dat hier staat, de zoon zal zelf gekozen sterven aan het kruis. Dus niets in Bereshit. Dat betekent in het begin, hè? Of beginnende. Nee, als je deze letters ziet als een verhaal. De zoon zal vergaan door eigen hand. Jod is hand. Door eigen hand aan de ta. De ta, het kruis is dat. Ta, het is contract. Dat is de cross.
eerste woord van Genesis 1, vers 1 in het Hebreeuws. Ja. Die had ik eigenlijk moeten vertellen, erbij moeten halen voordat ik begon over het kruis. Hè? Nou, dat is in één keer gebeurd. Nu de laatste. Die ga ik je niet onthouden. We gaan eventjes, ik ga jullie leren hoe je binair moet rekenen. Ja? Ons gewone tientallige rekenstelsel, dat gaat als volgt. Hebben wij, ik doe het even allemaal, even af. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, sorry, 9. Hè? Dat zijn dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschillende symbolen. Hè? En het laatste symbool is 9. Nou, als je nou verder wil, dan schrijven wij eerst een 1 ervoor en we beginnen weer overnieuw met 0. Ja, ja, nou, dit ken je allemaal, maar ik doe het even voor de volledigheid. Hè? 1, 2, 1, 3, 1, 4. Nou, die sla ik even over, 5, 6, 7, tot en met 1, 9, hè, 19. En dan is de volgende, nou, onze waiter. Uiteindelijk ben je bij, dan zit je hieronder op puntje, puntje. Dan kom je op 9, 9. Nou, wat ga je dan doen? Kijk, dan begin je bij 100. Hè? En, dan wordt de volgende wordt 1, 0, 1. Toch? Ga maar even dat je snapt wat het trucje is. Je op de achterste positie, daar hoog je op. Net zolang totdat je bent aan het maximale. In dit geval is dat 9 in het tientallenstelsel. En dan zet je er een 1 voor en begin je overnieuw. Net zolang totdat je aan het maximale zit. Zoals hier bij 9, 9. En dan zet je er weer een 1 voor en dan begin je opnieuw. Nou, dat snap je nou. Nou, als je nou maar twee getallen hebt, namelijk 0 en 1, dan is dit nog steeds je eerste getal, 0. Hè? Dan is dit je tweede getal, 1. En wat is dan de volgende? Ja, die heb je dus niet. Hè? Dus, wat moet je dan doen? Ja, dan moet je er een 1 voor zetten. Met een 0 erachter. Nou, dan gaan we lekker door. 1, 1. Ja, dan zijn ze weer op. En wat moet je dan doen? Ja, dan moet je er een 1 voor zetten. 2 nullen erachter. Ja. En dan gaan we weer door. 1, 0, 1. Kijk, ben ik nou helemaal goed? Ja, we gaan nog steeds goed. 1, 0, 1. En dan krijg je 1, 1, 0. En dan, oh nee, die doen we hier weer achter. Even kijken hoor. Even goed uitkomen. 1, 1, 0. Ja, want hier heb je dus de hoogste. Je kan er niet verder ophogen, dus dan moet hier een 1 komen. Ja? Dan kan die weer op 0. En wat komt hier dan achteraan? 1, 1, 1. Ja? En dan zou de volgende worden een 1 met 3 nullen. Kijk hoor, dan moet ietsje kleiner. Ach nee, dat kan ik dit dan. Ik ben niet zo heel goed in Open Office. Ik zou het nu eigenlijk gedraaid willen hebben. Pagina, kan je dat heel makkelijk doen? Liggend, ja, zo. Ja, dit wil ik. Ik ben toch beter dan ik dacht. Nou, als je dus nog verder wil naar 1, 1, 1. Dan zou je krijgen 1, 0, 0, 0. En dan wordt de volgende 1, 1, 0, 0, 1. Heb je nog? Nou, wat is nou wat? Dan ga ik het erachter schrijven in het tientallig. Nou ja, goed, laten we met lettertjes erachter doen. Hè? Om het niet te ingewikkeld te maken. Dit is dan de eerste. Nee, dat wordt het. Maar goed, dit is de eerste. Hè? Dit is 1. Sorry, dit is het cijfer 0. Dit is het aantal 1. Dus het aantal 0 en het aantal 1. Dit schrijf je binair als 10, maar het aantal is 2.
Ik denk, nou, dit is echt heel moeilijk, hè? Dit schrijf je als 11, maar het aantal is 3. Huh? Dit schrijf je als 100, maar het aantal is 4. Dit schrijf je als 101, maar het aantal is 5. Dit schrijf je als 110, maar het aantal, dat is 6. En dit aantal, 111, 111, dat aantal is 7. Kijk maar. Kijk maar dan. Als je dit nou handig doet. Ik zal ze even onder elkaar zetten, dan zie je het zo. Ja, ik ben heel gewend natuurlijk om binair te rekenen. Voor mij is het peanuts. Hè. En dat laatste, dit was al even weg. Dit was alleen maar ter info. Of als je nog verder zou gaan, dan halen we nu even weg. Dus dit is 0. Dit is 1. 2. 3. 4. 5, 6. Oh, weet je dat niet? Happen naar de baas. 7. Dus 3 enen is gelijk 7. In het binaire schrift. In het binaire rekenstelsel. Tja. En de man die hier achter kwam. Die werkte en leefde. Ik ga hem even erbij pakken. Want ik weet zijn naam. Was een tijdgenoot van Isaac Newton. Gottfried Wilhelm Leibniz. Hij is geboren in de 17e eeuw, halverwege. En hij is overleden in het begin van de 18e eeuw. Het was een Duitser. Hij kwam met het tweetallig stelsel. Dus lang voordat de computers er waren, kon men al binair rekenen. En wat je hier rechts ziet trouwens, dat is niet zijn eigen haar hoor. Het is een pruik. Nou, ik zeg het er maar even bij. Anders ga je denken van nou zeg. Maar die man, die had wel mooi haar zeg. Ja, dat is een pruik. Dat is niet zijn eigen haar, man. Maar dat die man verantwoordelijk is geweest voor het op de kaart zetten van het binaire rekenen. Waar de computer dus heerlijk mee kan rekenen. En dat was hij. En toen hij zag dat het getal 7, dat met 3 enen geformeerd wordt, toen zeggen ze dan, hè, toen is hij van zijn kruk gevallen, van verbazing. Die had hij niet aanzien komen. Ja, en wij spreken ook in het geval van God over de heilige drie-eenheid van God, de Vader, God, de Zoon en de Heilige Geest als derde. En die zijn één. Er is maar één God. Maar wij zien die op drie manieren. Dus die verschijnt aan ons, die komt ons toe op drie manieren. Het is er maar één. Zijn drie aspecten van één en hetzelfde. Zo moet je het zeggen, denk ik. Zo, ik ben geen schriftgeleerde of zo. Maar ik denk dat ik het zo moet zeggen. En zo kom je dus, dat getal 7, dat cijfer 7, dat aantal 7. Het is heel bijzonder. En
mensen weten daarvan. Al heel lang. En in de Bijbel wordt daar volop over gesproken. Ook nog een keer. Hè? Het getal 7, dat komt honderden keren voor in de Bijbel. Ja, en er staat ook nog een keer dat Bereshide, lalalala, Haaretz. In de beginnende schiep God hemel en aarde. Want eerst wat we gaan doen is, we zijn toch bezig gaan. Doe eerst eventjes hemelen moet je zeggen. Dus in het Hebreeuws is het meervoud. Arishmaïm of zo. En het eerste woord, beginnende, daar staat in de letters, als je de letters neemt als verhaal, de zoon gaat vernietigd worden, zelf gekozen, aan het kruis. Ja. En het kruis staat voor 7. En 1 gedeeld door 7 is 7. 1 plus 4 plus 2 was 7, weet je nog? Ja, dat zijn dingen om bij stil te staan. Het zijn dingen om respect te krijgen voor de wereld om je heen. Snap je? Niks om bang voor te worden of zo. Je hoeft voor mij ook niet in je huis een altaar te beginnen met 7 dingetjes dit of zo. Dat hoeft allemaal niet. Ja, toon je respect voor de schepping door respectvol om te gaan met de onderdelen van de schepping. Zoals je eigen huisdier of je kind. Of je ouders. Het was toch Christus die gezegd heeft dat hij die zorgt voor de zwakkere, voor de dorstige, voor de hongerige. Hij die dat doet, die zorgt voor mij. En wee degene die voorbij lopen aan de zieke en zwakke en zorgelijke. Hè? Zorgbehoevende. Want die lopen voorbij aan mij. Dat heeft Christus gezegd. Hè? En Christus was de zoon. Hè? Ja, het is bijzonder. Dat als je het Hebreeuws erbij pakt, bij de Bijbel, je zakt van je stoel, man. Ik dus, hè? En dat zou je toch aan het denken moeten zetten, want ik ben al, ik ben 59, bijna 60. Over 2 weken of zo ben ik 60. Dat je er even bij stilstaat. Ja, niet bij mijn verjaardag, dat interesseert mij helemaal niks, maar dat je stilstaat bij het feit waar ik me over verwonder. En jij dus hopelijk ook, snap je? Ja. En dan zeg ik heel respectvol tegen jou, omdat jij een onderdeel bent van de schepping van de ene, die 3 is en 7. Zeg ik tjus en dag schepseltje.